Een prachtige zege van jullie ploeg hier, toch de sprinters verrast. Ja, zeker. Ja. Het was is niet gemakkelijk. De laatste jaren is gebleken dat je niet makkelijk kunt wegrijden. Maar Benoit heeft het wel gedaan. Dus ik denk dat hij het juiste moment kieste. En het eventjes stil viel achter hem, maar dat hij zo'n groot gat had, dat hij eigenlijk vrij gemakkelijk nog wint, denk ik. Een hele sterke actie van hem. Ja, zeker. Als je zo'n been hebt voor er zo van weg te rijden van toch een heel sterk peloton, dan zijn gewoon de sterkste, denk ik. En dan heeft hij zeker niet gestolen. Ook van jou een hele sterke wedstrijd gezien vandaag. Ja, het was niet slecht. Ik had er net iets meer van verwacht in de sprint. Ik zat net iets te ver, maar ik ben toch bij de eerste groep en bij de betere. Dus ik mag zeker niet klagen, maar ik ben hier natuurlijk net iets meer gewend. En dan hoop je natuurlijk nog iets dichter te zijn, maar het is wel goed dat de ploeg wint. Is dit wel weer een opsteker ook richting dadelijk Montreal? Een wedstrijd die iets zwaarder is. Ligt je eigenlijk iets minder goed, hè? Ja, die is wel zwaarder, maar ik heb hem wel al 2 keer kunnen winnen. Dus dat is een beetje eigenaardig. Deze wedstrijd ligt mij iets beter, denk ik. Maar ik heb hier nog nooit niet kunnen winnen, dus ik kijk er wel met veel vertrouwen naar uit. En ik denk dat de wedstrijd misschien Benoit nog iets beter moet liggen, dus het ziet er wel goed uit voor ons. In Frans-Canada winnen, dat telt voor jullie ploeg? Ja, het is altijd wel belangrijk hier. En, het zijn wel 2 mooie wedstrijden, we hebben ze toch 3 jaar gemist op de kalender. En we zijn heel blij dat we hier terug zijn.